Ik doe de opleiding basismedewerker mode. We beginnen om 9:45, drinken hier gewoon thee. Dan gaan we naar boven, krijgen wij een opdracht wat we kunnen doen. Dit was de stropdas. En dan moet dit eigenlijk het eindresultaat worden. Oké. Okay. Ja, dus we hebben van deze stropdas een patroontje gemaakt. En van het patroontje maken we de echte stropdas. Dit bedrijf heet E&B Fashion. We zijn een bruidsmode gespecialiseerd in grote maten. Die sluier die je laatst gemaakt hebt, vond ik erg mooi. Hoe kom je bij het resultaat om zo die steentjes te doen? Nou, ik zou het eigenlijk 1 voor 1 doen. 1 voor 1 per steentje. Maar ja, ik vond het niet echt mooi, waardoor ik het zeg maar 4 per steek had gedaan. En zo is die effect erin gekomen. Ja. Als het eindproduct klaar is, dan komt de bruid en dan ziet ze eruit zoals ze op haar bruiloft eruit zal zien de hele dag. En dan moet hij gewoon perfect zitten. Nou ja, dat is gewoon die glimlach die je dan ziet. Ja, dat is geweldig. Voor die glimlach doen we het. Ja, zeker weten. Ik vind Evelien gewoon een topvrouw. Het is niet echt alleen werk. Het is gewoon, je voelt je gewoon goed bij elkaar. En ook al ben je niet thuis, je voelt je toch thuis hier. En dat is toch wel het mooiste. Ik vind Felice gewoon een superleuke meid. Heel gezellig, werkt goed. Werkt ook netjes. Dus ja, echt heel fijn om mee te werken. Hij is klaar, toch? Ja, hij is klaar. Ja. Nou, dan kunnen we iemand blij maken. Ja.